Kern Gezond TV is mede mogelijk gemaakt door Volta Limburg en Spooty.nl. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Kern Gezond TV. En in het kader van gezond bewegen gaan jullie zo aan de slag met Ricardo en ga ik mijn bovenspieren trainen hier in het Home of Heroes waar ik bel ga werpen. U hoort het goed. Bel werpen. Zo, wop. Ik ga oefenen. Tot straks. Welkom, mijn naam is Ricardo en elke aflevering van Kerngezond TV ga ik samen met jullie een actieve warming-up doen waarmee we de dag actief zullen starten. Vandaag gaan we weer verder, maar eerst de vorige oefeningen. Dat waren namelijk een dubbele jumping jack, dubbele knie. Oefening 2 was dubbele sidestep, dubbele knap, dubbele sidestep, dubbele klap. En vandaag krijg je een 3-stap knie. En dat wil zeggen 3 stapjes, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maar dat gaan we zo snel mogelijk doen. Daar gaan we. We beginnen langzaam. 3 stapjes, knie omhoog. En dan gaan we een stukje sneller. En nog een stukje sneller. En nog een stukje sneller. Zo snel als je kunt. Hou vol. Niet stoppen. We zijn er bijna. 3, 2, 1. Oké. Zo, die was zwaar. Goed gedaan. Fijne dag. Tot de volgende keer. Een mooie activiteit voor de kinderen van basisschool Het Spik in Bezel in de buitenlucht en in het kader van Fair Play. Een heuse speurtocht en een flitsende kickboxclinic zorgden voor de nodige inspiratie op het gebied van samenwerken, complimentjes geven, discipline, respect en doorzetten. Een zeer sportieve activiteit voor de kinderen van Bezel. De kinderen van basisschool Busdaal in Reuver gingen geheel coronaproef in de buitenlucht aan de slag met het thema zwerfafval. Via een quiz leerden ze veel over zwerfafval en vervolgens gingen ze zelf aan de slag met de door gemeente Bezel beschikbaar gestelde materialen. Dat deden ze fantastisch, want ze vonden maar liefst 1500 stuks zwerfafval. Goed zo, een mooi voorbeeld van gezond gedrag. Chapeau! Daar ben ik weer. Welkom bij een nieuwe vlog van mij van Kerngezond TV. Ik ga vandaag een bezoekje doen bij Heidi van der Poel. Ik heb gehoord dat ze vanochtend duimpjes hebben gekregen. Ik ga eens een kijkje nemen. Hoi, Heidi? Zoe? Dat klopt. Er is hier op de boerderij superveel te zien, maar wat doen jullie hier allemaal? We hebben hier koeien, we hebben hier, verkopen vleespakketten, ik heb schapen en ik heb ook nog lammetjes. Nou, de lammetjes, daar kom ik voor. Zullen we daar eens beginnen? Leuk, gaan we doen. Wat schattig, hoe oud zijn ze eigenlijk? Deze zijn een week oud en die kleinste zijn van vanochtend. Dat is jong. Wat krijgen ze allemaal te eten? Nou drinken ze nog allemaal bij de ooi, bij het schaap. En dan kunnen ze voorzichtig beginnen met brokjes. En met 8-9 weken kunnen ze helemaal brokjes eten en dan kunnen ze later de wei op. Mag ik ze helpen voeren? Staat de kruiwagen daar. Oké. Okay. Zo, de schapen zijn gevoerd. Maar je had ook nog koeien. Zullen we daar eens gaan kijken? Ja, gaan we doen. Kom maar. Ja, hier zijn we bij de koeien. We zijn net bij de lammetjes geweest en deze volgens mij ook was net geboren. Klopt. Deze niet, maar die wel. En zijn het dan vleeskoeien of melkkoeien? Want ik kan me herinneren uit eerdere vlogs dat een vleeskoe een dikkere kont had. Deze hebben dunne konten, dus dat zijn melkkoeien.
interessant en zijn ook super lief. Er is hier zoveel te zien. Ik zou u elke dag wel iets nieuws kunnen leren. Dat is ook zo. Ik vind het daarom ook heel belangrijk om eigenlijk al onze omwonenden hier te laten zien wat wij hier op de boerderij doen. En daarom doen we met de boeren van Weert, zoeken we de verbinding eigenlijk met burgers om uit te leggen wat er op de boerderij gebeurt. Waarom is de relatie tussen boer en burger eigenlijk zo belangrijk? Nou, daar kan mijn collega bestuurslid van de boeren van Weert meer over vertellen. Loop maar naar Thijs van Meijel toe, die staat erachter. Is goed, zal ik doen. Hey Thijs. Hey Sue. Als het goed is, kan je me alles vertellen over de relatie tussen boer en burger en waarom die hier zo belangrijk is. Dat klopt. Tegenwoordig weten heel veel inwoners niet meer waar een eten vandaan komt. En dat zorgt vaak voor heel veel onbegrip bij de inwoners. Daarom zijn wij met de Boeren van Weert zijn we een initiatief gestart waarin wij laten zien wat voor goede dingen wij als boeren allemaal doen in Weert. Zodat we meer begrip tussen de inwoners krijgen en een betere samenwerking. Eigenlijk zoals ik doe met mijn vlogs. Ja, dat klopt. Wat zijn het toch mooie dieren. Ik heb vandaag superveel geleerd. Bedankt voor het kijken. Doei! Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van Smullen met Wesley. Vandaag ga ik voor jullie maken een wortel linzensoep en daarvoor heb ik de volgende ingrediënten nodig. Wortels, ui gesneden in blokjes, linzen en ras el hanout. Dat is een Oosterse kruidenmix en die is eigenlijk in elke supermarkt te krijgen. Voor deze eerste stap gaan we eerst de wortels roosteren. En daarvoor pakken we de wortels, leggen we op een ovenplateautje en zetten ze dan in een voorverwarmde oven 180 graden. 30 minuutjes. De volgende stap is het aanfruiten van de ui met de ras el hanout. Ik heb hier een kleine ui, fijn gesneden. Ik zet mijn pan op het vuur, op laag vuur. Een klein beetje olijfolie, ongeveer 1 eetlepel. Dan voeg ik mijn ui aan toe en de ras el hanout. Regelmatig roeren tot ze niet aanbranden. Inmiddels zijn mijn wortels ook klaar. En hier ga ik nu plakjes van snijden. Als de wortels gesneden zijn, voeg ik ze toe aan de pan. En daarbij komt 1 liter water. Dan zet je het vuur hoog, breng je dan de kook en laat je minimaal 15 minuten doorkoken en af en toe roeren tussendoor. Als mijn soep goed heeft doorgekookt, dan ga ik hem pureren en dat doe ik met een staafmixer. Als mijn soep goed gepureerd is, dan ga ik de linzen toevoegen. Deze roer ik erdoor en dan mag de soep nog eventjes 5 minuten doorkoken. Als mijn soep goed door heeft gekookt, kan ik hem in de bordel scheppen. Om hem helemaal mooi te maken, dan neem ik hem af met een stukje peterselie. En dan zou ik zeggen, eet smakelijk! Ik ben Ryan, ik zit in groep 6 op basisschool De Triolier in Reuver. En vandaag ga ik smoothie fietsen en een mop vertellen. Op nummer 60 woont Batman, op nummer 59 woont Superman, op nummer 57 woont Spiderman. Wie woont er op nummer 56? Buurman. Gezondheid! Poh, dat is lekker! Ja, daarmee zijn we bijna aan het einde van deze uitzending van Kerngezond TV. Ik ben aan het oefenen geweest met de bijlen, maar zonder al te veel succes. Ik ga nog één keer proberen om die bijl in de roos te gooien.
Kijken jullie mee? Dus even goed ervoor, naar achter. Hoppa, zo moet dat dus. Tot de volgende keer. Kerngezond TV is powered by Volta Limburg, Spooty.nl, Sikon Logistics, Jong Leren Eten, Ria Joosten Catering en Evenementen en Limburgs Uitje.